Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een wolkenband over Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd regen. Er kan ook onweer bij zitten. De wolkenband heeft een oostwaartse verplaatsing, zodat het aan het eind van de ochtend in het zuidwest alweer droog wordt en begint op te klaren. Het is dan 18 tot 25 graden. De wind trekt aan, wordt vanmiddag vrij krachtig langs de kust uit west tot zuidwest en dan blaast de lucht even goed schoon. De buien verplaatsen langzaam naar Duitsland en dat betekent dat het aan het eind van de middag ook in het oosten van het land droog wordt. Dan vanavond, een droge avond met temperaturen van 17 tot 19 graden. Wel nog steeds een stevige wind langs de westkust. Die wind gaat wat afnemen en morgen is de wind weer meest zuidelijk van richting. Een zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt geregeld en het wordt in het zuidoosten van het land alweer 26 graden. De temperatuur loopt donderdag nog verder op. En dan kan het op veel plaatsen in het binnenland toch wel weer tegen de 30 graden worden. En met een beetje geluk komen we er zelfs boven. Hoewel geluk, het is wel erg heet. Het kan donderdag weer een tropische dag worden, waarna vrijdag de kans op onweer groter is en de temperatuur weer een stapje terug doet. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl